Ze noemen zichzelf straatervaren jongeren. Sommigen waren verslaafd of leefden op straat. En nu zetten ze hun eigen ervaringen om in kracht met het kunstproject Straatsprookjes van Iriszorg. Geïnspireerd op hun eigen ervaringen geven ze met schilderijen, tekeningen en objecten hun creatieve draai aan bestaande en zelfbedachte sprookjes. Op deze manier krijgen de jongeren de kans om hun verborgen creatieve kant te ontdekken. Wat wel heel belangrijk is, is hun visie op sprookjes. Van hoe interpreteer jij het sprookje wat jou het meest interesseert? Elk verhaal bij elk sprookje wat ze kozen, dat heeft met hun eigen achtergrond te maken. Zo werkt het gewoon. Zo werkt überhaupt werken met kunstvormen. En één verhaal wat ook heel erg bijgebleven is, is het verhaal van Job. Job is afgekikt in de jeugdkliniek van Iriszorg. En Job die heeft ook een kunstwerk gemaakt rondom vergif. Het vergif van de giftige appel en dergelijke. Maar ook de verleiding van wat doet drugs met jongeren. En hoe kun je daar, in welke valkuil kun je donderen en hoe moet je eruit komen? En hij is daar wonderbaarlijk goed in geslaagd. Kan joh. En hij is nu ook vrijwilliger van ons kunstproject. Ik heb een schilderij gemaakt waarbij ik heel graag ook wil laten zien dat in sprookjes, maar ook in het echte leven, dat gif altijd aanwezig is. Maar dat mensen het ook vaak niet zien als gif. Af en toe een biertje of tegenwoordig is dat zelfs af en toe een pilletje of een snuifje of dergelijke. Mensen zien dat tegenwoordig niet meer als gif. Ik ben verslaafd geweest aan harddrugs, aan speed. Daarvoor heb ik in de kliniek gezeten. Ik ben nou net iets langer dan 2 jaar clean. Wat ik probeer uit te beelden in het schilderij is linksbovenin zie je een appeltjesboom van de appeltjes van Sneeuwwitje, de giftige appel. En rechts onderin heb ik geprobeerd een ecstasypil uit te beelden met ook een appeltje erop. Links onderin een heroïnenaald. Rechts bovenin de vinger die zich heeft geprikt, zoals door een roosje. En dat loopt allemaal in elkaar over in ellende. Als je in zo'n negatieve spiraal zit, dan is het ook heel lastig om er weer uit te komen. Naast het creatief bezig zijn, vervult Straatsprookjes ook een belangrijke sociale functie. Ik heb 2 jaar heb ik niet meegedaan aan de maatschappij. Ik wist niet meer hoe ik met mensen om moest gaan. Ik wist niet meer hoe sociale contacten werkten. En ik ben dus nadat ik in de kliniek heb gezeten, ben ik hier naar kunstproject gegaan. En hier in kunstproject heb ik geleerd om weer. Ik had geen vrienden meer. Ik heb hier een hele mooie vriendenkring opgebouwd. Ik heb hier fouten mogen maken op sociaal oppervlak, waardoor ik ook weer mezelf heb kunnen vinden en ook de ruimte hier heb gekregen om mezelf te kunnen zijn. Dus dit project heeft me echt geholpen om mezelf weer terug te vinden en om me weer te helpen hoe ik met mensen om moet gaan. Ze hebben allemaal zoveel talenten en die komen heel erg naar buiten. Niemand kan het alleen op de wereld, hun ook niet. Dat moet je ze heel erg wijs maken. Maar vooral dat ze verdomd te krachtig zijn en dat ze ontzettend veel kunnen. Dat is gewoon. Alleen niemand kan.